Goedemiddag, moet ik eerlijk gezegd zeggen, want het is al 1:15 geweest. Maar Sterre is nu ziek, natuurlijk, hè? Want zo wisselen we elkaar lekker af. Ze was gisteren al niet lekker, toen ze ging slapen, maar we dachten misschien is ze gewoon super moe van zo'n dag dierentuin. Maar vanmorgen hadden we haar uit bed en had ze gespuugd. Nu heeft ze de hele ochtend heel rustig aangedaan. Ze ligt nu in bed. Meestal slaan we die over. We doen ongeveer 2 keer per week haar nu naar bed. Maar we dachten, ja, ze moet echt even slapen. Ik heb even lekker een uurtje met haar meegeslapen. En verder hebben we vanmorgen bar weinig gedaan. En dat terwijl we natuurlijk het plan hadden om van alles te doen. Er is hier een jongen die naar buiten wil, denk ik. Ik denk dat ik Benji zo even uit ga laten. Marco ligt nu op bed, die komt er straks uit. En vanmiddag nemen wij een vriendinnetje van Mila mee. Waar zij vorige week was en heeft gegeten. Hij komt nu hierin en blijft eten. En ik zit nog even na te denken of ik ze mee naar huis ga nemen. Maar ik weet ook niet hoe Sterre zo wakker wordt. Of dat ik gewoon even ergens met ze heen ga. Er spookt van alles door mijn hoofd. Maar ja, alles kost natuurlijk geld. Het is wel droog. Dus we zouden naar iets buiten kunnen, maar we kunnen natuurlijk ook naar een binnenspeeltuin. Dus ik ga nog even nadenken, want waarschijnlijk willen ze ook gewoon vet graag hier spelen natuurlijk, wat ik ook helemaal snap. Maar we moeten maar even kijken hoe Sterre zo wakker wordt. Ze is om, ik denk dat ze nu 2 uur slaapt bijna. Ze viel meteen als een blok in slaap. Ze lag namelijk hier op de bank met haar doek zo'n filmpje te kijken. En ze valt de laatste tijd vaak 's middags even in slaap. Er wil echt in. Kom hier. Hond heel graag aandacht. Dus ik dacht, ja, voordat ze hier op de bank slaapt, want dan slaapt ze maar 1/2 uurtje, dat is niet handig als je niet lekker bent, kunnen we het beter in bed leggen. Dus, die ligt lekker in bed en die zal zo wel wakker worden. Maar volgens mij ga ik iemand uitlaten. Jij. Jazeker. Nou, we zijn naar Hans en Grietje gereden. De meiden mochten kiezen dit of binnenspeeltuin. Want Sterre is zo ziek dat ze weer gespuugd heeft. Dus dit is het geworden. Wil je mee? Natuurlijk wil ik mee. Via die. Nee, grapje. Via deze. Ja? Ja. Oké, let's go. Wil ik deze mee? Wat? Waarom is het zo donker? Omdat het een donkere glijbaan is, toch? Ja. Daar is het zo donker. Hoppa. Oeps. Ja, maar niet hier. Oké, okay, dan moeten we hier. Oeps. Oh, ik ben hier nog nooit geweest. Dit is leuk. Ga jij mee, Kleine? Nou, jij kan ook hier blijven staan, maar dat is een beetje heftig. En samen? Oef. Oh, je gaat al. Oeh. Toen vond ik hem lekker. Toen vond ik eerst. Vond je dit een beetje spannend? Ja. Zo. Ja, ik vind dit echt super spannend. Doei. Oh. Ik vlieg gewoon in de lucht hoor. Mila. Daar is nog één. Waarom is daar een waterspeeltuin? Nou, daar was je vorige keer, hadden we je bikini mee. Oh, wat nog? Oh ja. Ik ben! Op deze huis.
leuk uit. Het gaat op deze balletje. Oh, er zit een ander balletje in. Kijk. Oh. Nee, dit is geen chocola. Nee, zoethout. Ja, proef maar. Nee, dan kan ik hem niet meer terugleggen. Wat is gek. Kan ik hem eten? Ja, proef maar. Grappig. Nee, ik ga hem niet eten. Ik leg hem op. Ik heb een kindje. I see with the cupcake. I ow. Nou, nog even lekker uitrazen. En dan naar huis. Ik dacht, jij komt van deze. Maar die jij wijste, volgens mij is van deze. Ja, ga maar. Ga je hoed halen. Ja, Jenna! Ook het. Oh, hier dan jij. Komt iedereen van schieten. Zo. Nee, nachtspijten! Kwart over zeven. En wij zijn weer thuis. We hebben het echt mega leuk gehad. De kinderen mochten allebei dus 2 cupcakes versieren. Kregen drinken. Kregen een pannenkoek. Kregen een heksenhoed, een heksenneus en een muntje om een snoepje of iets te halen. En dat was €15. Dat zijn de woensdagen in maart bij Hans en Grietje in Zeewolde. Nou, echt een geweldige deal. Ik heb ook geen idee of je altijd 2 cupcakes krijgt. Ik vond het zelf erg veel, eerlijk gezegd. Maar het was heel erg leuk. Zelf heb ik vooral gedronken. Want ik dacht, ja, weet je, voor een spontaan uitje als ik dan zelf wat ga eten, is een beetje overdreven qua geld. Maar ik heb een halve pannenkoek van Lauwen op. Want die hoefde maar de helft. Dus dat was super lekker. Ja, maar ze hebben nu veel te veel zoet op. Dus er zit een zak popcorn in de magnetron. Want ze vroegen om crackertjes. Van die plakjes worst hebben ze net op. Crackertjes hebben we niet meer. Wat zei je nou nog meer? Nou, van alles. En Mila had ook door van we willen gewoon niet zout na al het zoet. Al hebben die van mij geen cakeje gegeten, want ze vinden dat helemaal niet lekker. Ze vinden dat leuk om te doen. Maar Marco heeft er net een op. Maar zij willen gewoon even iets zouts. En dit is even het enige wat ik nu kan bedenken. Dus dat zit erin. En dan ga ik zo nog even de hond uitlaten. En dan, ik ben wel klaar. Ik ben moe. Hey, gaat het wat beter met jou? Ja. Maar waar heb jij pijn? Ja. Hoofdpijn, hè? Net pas het een molletje gehad. Ja. Ja, je bent echt niet lekker. Kijk, nagellak. Ja, nagellak. Maar je moet even aan Mila vragen of ze een nieuwe wil doen. Ja, van het weekend hoor, schatje. Oké. Ja, als de sterren ligt, doet ze het nu. Ja, die is wel heel klein. Ja, heel goed. Zet die maar terug. Mijn auto. Oeh, heet. Dank je, mama. Dank je, schatje. Mama, wat zeg je? Wat zeg je? Mama, wel van je. Jij mag zo ook. Dat is wel lekker. Oh, oeh. Zo. Toppie. Wacht even, schat. Welkom, mama. Is die voor jou? Ja. Nou, het is alweer de volgende ochtend. Het is tijd om de vlog af te sluiten. Super bedankt voor het kijken en hopelijk tot morgen. Doei doei.